Je hebt ook al een verdeling maken van portefeuilles, zie ik. Ben je daar wat tevreden over? Ja, ik ben daar heel tevreden over. Ik heb een belangstelling om financiën onder andere dwang te kennen. Omdat dat al wel een belangrijke ronevoorwaarde is voor ik orde inhoudelijke aspecten en zaken. Ik op dat moment maakt natuurlijk nog wel het nodige gebeuren, zond de situatie waar we in zitten. Ja, op het stuit hier het financieel best. Ja, incidenteel hebben we inderdaad wel weer wat oorschatten, gelukkig. Maar structureel heeft de gemeente het natuurlijk toch wel een beetje dreig. Zond wat er ik landelijk natuurlijk op het bordje van gemeente Delhaint is. En dat er soms net altijd even volle geld mee komt. Dus maar goed, voor de komende jaren zit het er op dit moment inderdaad redelijk goed uit. Mm-hmm. En dan moet je misschien als VVD'er vaker maar Rutte importeren. Ja, misschien dat dat helpt. Onze partij zit inderdaad landelijk ook aan het stuur. Maar goed, in die zin zullen we wat meer omdenken wijzen kennen landelijk voor de positie van de gemeenten en de taken die al hier op hun afkomen. De gemeenten krijgen heel veel meer op hun bordje. En we hebben bij wijze van spreken haast een uitvieringsorgaan van de landelijke overheid. Is het dan nog wel onttrekkelijk om wethouder te werden? Ja, ik denk, er komt wel inderdaad heel veel op de gemeente aan, maar ik denk dat er nog een uitdaging is om binnen de randvoorwaarden, en die er ik binnen natuurlijk vanuit het Riek, om daar vorm om te gaan. Ik denk jaren met de inwinners en andere organisaties in de gemeente. Bijvoorbeeld op het merk van energietransitie, ik neem maar wat. Wat er nu al speelt in het landelijk gebied is natuurlijk ook heel wichtig. En dat soort zaken, ik denk dat er nog een afgrond is om daar ik stal om te gaan.